Hey jongens, ik ben weer Dennis, a.k.a. Danske. En vandaag hebben jullie wat live GTA 5 gameplay. En het is een Team Deathmatch. En ik heb nog nooit Team Deathmatch gespeeld in GTA. Dus ik heb geen flauw idee hoe het werkt. Ik zie nou wel dat ineens die mensen alweer van de kaart verdwijnen. Dus wat daar de reden van is, dat weet ik niet. Heb ik een kill? Juist, ik heb wel één kill. In ieder geval, de reden dat ik deze video maak is niet omdat ik even wat Team Deathmatch wil spelen ofzo. Nee, ik wou even over iets hebben met jullie. Of ja, eigenlijk jullie iets vertellen. En ik denk, wat GTA gameplay, daar hoort er wel bij. Dus wat ik jullie wil vertellen was... Ik weet niet of je het nog wel weet, maar een tijdje terug was ons $500.000 beloofd in GTA 5 vanwege alle problemen met online. En als het goed is, zijn die er sinds een paar dagen geleden bijgeschreven. Dus mocht jij al een tijdje in GTA mee gespeeld hebben, toch zitten wachten op dat geld, dan zou ik nou even aanraden om eventjes te kijken, want het kan zijn dat het geld er nou bij staat. Dus dat wil ik jullie even vertellen en ik denk van ja, als ik dat toch even doorgeef, kan ik net zo goed wat GTA online spelen. Alleen ik weet mijn god niet waar die mensen zijn. En ik weet mijn god niet waar ik heen moet, dus eventjes kijken. Niemand is ook op de kaart te zien. Hoe de fuck moet ik nou weten welke kant ik op moet? Oh, hier ligt money. Money, money, money. Man, $5. Jezus. Daar heb ik veel aan. Ik heb 957.000. Waar moet ik met $5? Nou, even kijken wat die mensen... Oh, 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 gek. Oh, shit. Mooi zo. Het is 2 tegen 2. Waarom, dat weet ik niet. Oh, crap. Waarom, dat weet ik niet, maar ik heb gewoon een match gezocht, dus. Shotgun. Oh, shit. Die mensen zijn zo stom, hè. Ik had hem gezien dat hij dichtbij was. Ik denk, pak gewoon een shotgun, dan weet ik dat sowieso. Ik ben een powerplay, what the fuck houdt het in? Ik ken dit allemaal niet, hè. Dit is echt de allereerste keer dat ik serieus gewoon dit speel. Waar de fuck moet ik heen? Ja, dit is zo irritant. Dit is 2 tegen 2. Wie doet nou 2 tegen 2? Ik had gewoon een team deathmatch gezocht en dan, ja, ik denk ik krijg gewoon, weet ik wel, 6 tegen 6 of zo. Ja, teammate of niet? Ja, dat is een teammate. Waarom staat er geen naam bij? Dat is fucking stupid. Nice. Oh shit. Ah, het shotgun. Damn it. Ik zag het te laat, ik zag het te laat. Ah, derp. Ik ben benieuwd hoe lang deze points duren eigenlijk. Ik weet niet eens hoeveel kills dit gaat. Dus we even zien. Ik kan eigenlijk zomaar alle wapens pakken, dus best wel OP als je hoog level bent. En niet in een map als deze, maar als je een grote map hebt, kan ik hier gewoon snipen of zo op een dak. Waar spawn ik eigenlijk? What the fuck? Ik weet niet eens wat het gebied is. Waarom is dat niet aangegeven op de kaart of zo? Dat dat, weet ik veel, oranje is. Of groen of weet ik veel, iets in die zin. Die team is voor mij is fucking baas. Hij oont iedereen. Dat is mijn Mati. Mati. Oké, misschien komen ze daaraan. Dat zou wel heel nice zijn. Oh, hij spawnt daar. Volgens mij kan ik nog geen damage in. Ah, fuck you. Ik had die kill, man. Ik denk, blijf gewoon doorschieten. Hij was nog gespant. Je zag hem knipperen en dan kunnen ze volgens mij niet dood. Maar ik denk, blijf gewoon doorschieten. Want hij gaat van eigenlijk wel weg met dat teammate hem. Helaas. Kijk, of ik nou iemand kan zien. Ah, hij is al dood. What the fuck, man? Die teammate van mij is echt een Terminator. Ik loop even om, want achter die teammate aanlopen heeft geen zin. Want die killt toch iedereen. Wow, check dit, man. Ik vind het een beetje onduidelijk ja, waar die enemies nou zijn en hoe je moet lopen en wat het gebied is. Want ze kunnen volgens mij gewoon overal spawnen. Dat is best wel stom gedaan. En een vette zie ik iemand. Oké, die hebben we ook. Er zat er een achter mij. Leuk man. Ik zag iets achter mij. Sowieso op de kaart. Oh shit. Aan de andere kant. Pak even sniper, zou dat lukken? Nee, wacht. Pak een grenade uit. Dat is helemaal lelijk. Ah, oh, mijn team is dood voor het eerst. Holy fuck, hoe ver schiet hij? Wat voor wapen had hij? Heb ik hem nog? Nee, fuck. Oh, jawel, ik heb hem wel. Zeker geniaal. Ik had hem nog. Ja, what the fuck man, die kerel schiet ver. Ik heb een silencer op mijn car bij en heeft hij minder range. Maar ik weet niet of ik dan ook onzichtbaar ben op de kaart of zo. Op de minimap. Volgens mij zie je mensen als ze schieten. Ik weet niet. Snel uit beeld, daar loopt er eentje. Nou, pak een sniper. Die staat daar. Zat daar iemand? Ah, daar zit hij. Kom dan. Kom dan. Show your face. Oh nee, hij loopt net aan. Oké, okay, we doen het anders. Kom dan. Volgens mij moet je echt heel het achtercover in het spel, anders heb je er echt niks aan. Hoppakee, die hebben we ook. Ik ben benieuwd hoeveel XP ik hiervoor krijg. Ben ik serieus benieuwd naar. Oh shit, iemand langs mij. Nee, nee, nee. Oh fuck man, ik schoot in zijn cover. Zo oneerlijk. Het is irritant dat je altijd moet tappen voor de quickspawn. Iedereen wil snel spawnen. Doe gewoon. Niet mythe. Nou, pakken we dit ding. Dat gaat nog steeds beter.
Je kunt niet echt je KD zien of zo, hè? Sowieso weet ik wel dat ik veel dood. Sowieso ben ik iets van 3 keer dood gegaan. Waar ligt hier? Oh, dat is money. Oh nee, wat de fuck is dit nou weer? Testosterone. Oké, dan ben ik volgens mij dan iets sterker of zo. Ik weet ook moeilijk niet. Ik weet het allemaal ook niet. Zal ik het geld gewoon pakken? Scheid, ik pak gewoon alles op. Ik loop echt gewoon dwars het midden heen, hè? Fuck you, stupid. Waar zijn die mensen, joh? Waar zijn die spawns? Oh, ja, tuurlijk. Aan de andere kant. Had ik dan nog? Teammate, fix dit even. Nee, ik ben bijna dood. Weg hier. Ik heb een granaat. Weet je wel, ik gooi gewoon een granaat. Dan kan ik even kijken hoe hoog levels die mensen zijn. Sowieso moet ik hem dood hebben. Fuck yeah! Ik heb hem! Oh, die team van mij is 44. Dan doet hij het echt goed. Maar ja, luister eens. Ik ben 73 en ik heb nog nooit Team Deathmatch gespeeld. Ik deed altijd races en missies en zo. Nooit op Team Deathmatch. Oh, lol. Dat ding moest ik niet hebben. Ik heb dit ding nodig. Zo, even kijken. Volgens mij hoor je mijn controle echt super overdreven. Dat is echt irritant. Maar ja, fuck it. Kan ik ook niks aan doen. Zal ik een rapid fire controle moeten hebben of zo? Die heel dat kruisje in duwt. Dat ik hem in hoef te houden. Hey, jongen! Sneaky motherfucker. Hier nog iemand? Nope. Ze lieven niet, dat vind ik wel nice. En pak even armor. Zijn die mensen? Ik sta voor, dat is het belangrijkste. Ik wil voor, hoger dan mijn teammate staan. Dat vind ik gewoon de hoort, man. Ik ben 73, jongens. Ik moet wel iets meer kills hebben als hem, toch? Ik wil zeggen natuurlijk niks. Daar is ook niemand. Achter mij misschien. Ja, je merkt wel echt dat dit spel niet gemaakt is voor Team Deathmatch. Ook al vond ik het in GTA 4, de Team Deathmatch, best goed werken. Maar dat was heel basic. Je had een assault rifle, 2 verschillende, een carbine, een AK, een sniper, misschien net 2 shotguns. En die mappen waren gewoon in mijn ogen gewoon beter. Of ja, ik kon er eigenlijk ook maar eentje herinneren. En dat was een heel groot... Oh shit. Dat was een heel groot gevangenis, waar iedereen eigenlijk al speelde. De rest van heel die game kan ik me niet eens herinneren. Typisch, hè? Dat je niemand tegenkomt en dan word je ineens van de zijkant helemaal verrot geschoten. Oké, hier links zit iemand. Kan ik hier? Nee, dat kan ik niet. Ik kan hem omlopen. Irritant. Oh nee, kan hij wel eens. Zuiver. Oh shit. Staat hij gewoon? Ik kan hem niet zien. Heb je wel zoiets? Dan sta je te kijken, maar dan, ja, dan zit je eigenlijk met te staren. Je ziet niet echt wat er gebeurt. Best wel stupid. Zoals van die kant komen, als ik naar de kaart kijk en waar mijn teammate is, dan zou hij zo van voren moeten komen, in principe. Of van rechts van mij. Pak even carbine. Terug even kijken hier. Zo, niemand. Dan neem ik aan dat ze toch komen waar ik net zat aimen. Oh, dat is verkeerd. Nee, wat doet hij? God, irritante aim shit. Ik kom cover, goed zo. Ik dacht dat de cover nemen alleen in GTA, of in GTA, alleen in Call of Duty slecht werkte, maar dat werkt hier ook slecht. Ik wil hem snipen, dat is het enige wat ik wil, anders sta ik altijd kijken. Er moet een keertje iemand komen die ik dus een kop kan schieten. Oké, fuck dit, ik loop aan. Ik hoop eigenlijk niet dat die lamp die ik aan heb, dat die mij gewoon altijd verraadt. Dat ze gewoon weten dat ik aankom omdat die lamp aan is. Oh, teammate shit. Oh fuck, hij zit op het dak. Wauw, hij zit al buiten het dak. Ja, fuck man. Hoe de fuck kan ik daar komen? Jongens, wat zitten die mensen te campen? Ik ken al deze map niet. Ik kill hem al fucking vaak, volgens mij. Even kijken, hoe gaan we dat aanpakken? Die mensen liggen dus op het dak te campen. Dan moet ik een manier zien te vinden om die mensen van het dak af te snipen. Maar dan moet ik weten welk dak het is. Deze map is echt een chaos, jongens. Waarom is het niet gewoon een open grote map? Dan weet je tenminste wat je doet. Hier ligt weer die testosterone, als goed. Oh, ik kan hier het dak op, nog beter. Hopelijk zien ze me niet. Als ze me niet zien. Oh, juist. Die andere ook nog. Juist. Hier, zo doen we dat, jongen. Pak ze al 2 van achter. Ja. Hieronder ligt die dingen, ligt die pilletjes. Of liggen die pilletjes, of ligt dat pilletje. Ik weet niet hoeveel er zijn. Weet je wat? Ik denk dat ze van die kant komen. Ik wil iemand snipen. Come on, come on. Oh nee, liep me even bij. Come on, come on. Ik zie hem daar zitten. Komt tevoorschijn. En dan gaat hij weg, hè. Klootzak. Kom dan, jongen. Meet je. Weet je wat ik doe?
Scheid, come on. Nee! Nee, dat was hem! Ik wou een granaat schieten. Fuck dit, we hebben gewonnen. Maar ja, in ieder geval, wat ik jullie wil vertellen, heb ik verteld. Het ging dus even over die 500.000. Ik denk, doe ik gelijk wat GTA erbij. 13.000, dat is best wel veel volgens mij. Maar in ieder geval, ja, ik speel het nooit. Dus ik kan er echt niks van, hebben jullie waarschijnlijk wel gezien. Maar ja, ik hoop toch dat jullie het leuk vonden. En als jullie niet wisten van dat geld, zou ik zeggen, ga snel eventjes kijken voor dat geld. Want het is toch altijd een leuke bonus. En dan zie ik jullie waarschijnlijk, ja, de volgende keer weer. Dus tot dan en houden we.